ACV-TV wordt mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel BV, Sporting Events en ING. Heren, vandaag gespeeld ACV tegen Bikwik. Einduitslag 4-0. We staan hier met Robert Talens en Richard Mulder. Robert, om te beginnen met jou. Vorig jaar ACV, vandaag ineens in een wit shirt. Hoe voelde dat? Nou, ja, hartstikke goed natuurlijk. Het is wel bijzonder. Vanochtend toen ik hierheen werd gebracht, had ik wel zoiets van ja. Het is natuurlijk nu wel echt over het ACV-verhaal en nu ja, nieuwe stap. Nu heb ik Kwik en daar hebben we heel veel zin in. En, ach, ja, voelt goed, veel bekender, dus dat is prima. Richard, tweede helft kwam je erin en je scoort de 3-0 en de 4-0. Lekker begin van het seizoen. Ja, die zaten er lekker in. En, ja, jammer dat ik niet begon natuurlijk, maar ja, het zegt nog niks in de voorbereiding. En we zullen zien hoe het gaat lopen. Voor welke positie in het elftal ga je? Achter de spits en aan de rechterkant. Dus ja, dat zijn wel eigenlijk mijn posities waar ik voor moet gaan, denk ik. Robert, we zagen jou vertrouwd met nummer 4 achterin spelen. Wordt dat ook jouw positie bij Bikwik dit jaar? Daar ga ik wel voor uiteraard. Hè. Links of rechts centraal maakt in principe niet zo heel veel uit, maar dat is wel de bedoeling. We gaan zien wat het wordt de komende weken. Wat is het programma voor jullie de komende weken? Wij spelen volgende week tegen Flevo Boys uit. Met de eerste en tweede selectie daar, dus twee wedstrijden. En vervolgens begint voor onze beker alweer. En beginnen de wedstrijden om het echtje weer. En voor ASV volgende week HC Hardenberg. Weer een leuke pot, denk ik. Ja, klopt. Dat is wel een topklasse natuurlijk. Ja, het zijn leuke wedstrijden om te spelen. En een paar oude ACV'ers. Dus... ja, ik ben benieuwd wat het wordt. Ja, wederom auto-CV'ers. Vandaag stond er ook behoorlijk wat in het veld. Ook bij Bikwik, 3 stuks. Mannen, bedankt voor het interview. Robert, veel succes bij Bikwik komend seizoen. En Richard, we zien jou volgende week bij in Hardenberg tegen HC. Ja, is goed. Bedankt.